Kunt u uitleggen wat er nou aan de hand is met de problematiek over het busvervoer in Haaksbergen in verband met de werkzaamheden aan de Eibergse Straat? Ja, dat kan ik wel uitleggen. De bussen komen vanuit Enschede niet meer op het station. Waardoor het overstappen voor en instappen voor inwoners in Haaksbergen richting de achterhoek of het busstation niet meer mogelijk is. Dat kan alleen nog bij de veldmaat en bij de Twijnenstraat. En dat betekent dat mensen wat verder moeten lopen of fietsen dan voorheen. Is er geen andere oplossing dat de bussen wel naar het busstation kunnen? Nou, de bus zou gewoon wel naar het busstation kunnen. Maar die lus die kost extra tijd. Waardoor het overstappen zeg maar, en in de achterhoek en in Enschede uh, dan niet meer zou lukken. Dan zouden mensen daar een vertraging van een half uur hebben. En dat is waar Sintus op dit moment niet voor kiest. Waarom heeft Sintus dan voor deze oplossing gekozen? Nou, Sintus dacht dat dit de beste oplossing was uh, op dit moment. En Sintus is nu nog bezig om te kijken of zij eventueel nog andere oplossingen kunnen vinden in overleg met de provincie. Want ja, de provincie die betaalt het openbaar vervoer. En uh, ja, als zij extra kosten hebben, zullen zij daar terecht moeten. Er zijn veel klachten van uh, verschillende omwonenden en, uh, en uh, passanten. Uh, hoe kijken jullie daar tegenaan? Nou, wij vinden het gewoon heel vervelend... En we hebben ook extra fietsenrekken uh, neergezet aan de, aan de Twijnenstraat, zodat daar de fietsen niet meer her en der liggen. Maar het is natuurlijk geen busstation. Het is, zoveel ruimte is daar ook niet. En het is echt een tijdelijke oplossing. En ja, dat is even heel erg vervelend. Hoe ervaren jullie dat zelf? Nou, wat wij zelf uh, ervaren is dat uh, eigenlijk is het vanaf het busstation naar de bouwmeester lopen, is tien minuten voor de kinderen. Vanaf de Twijnenstraat naar de bouwmeester is 16 minuten. Dus wat dat betreft is het maar 6 minuten extra. Maar als je slechte been bent, dan is dat gewoon veel vervelender. En daar moet je wel met elkaar tot een oplossing komen. Dus we hebben ook aan en Arriva gevraagd: Kijk er nog eens kritisch naar of je andere oplossingen kunt verzinnen. De buschauffeurs zeggen zelf bijvoorbeeld: Pas het verkeerslicht aan bij de technische maat, Dan kunnen ze eerder en sneller naar het centrum toe. Ja, dat zeggen de buschauffeurs. Op kantoor uh, hebben daar de mensen een andere mening over. En uh, wij hebben geen verstand van die planning. Uh, dus volgens mij moet je dat dan vooral ook even bij de verantwoordelijkheid, dat is Sintus en Arriva, moet je daar dan ook laten leggen. Hoe is het met, uh, met de buurtbus vanuit uh, Rekken en uit Beurzen? Uh, hebben die wel verbinding met uh, de, het bestaande busvervoer? Nou, de, zowel uit Beurzen als uit Rekken die uh, rijden of extra naar de veldmaat. Of een extra rondje zeg maar, naar de Twijnenstraat. Die hebben dat gewoon heel goed en positief opgepakt. Uh, en ik heb ook de vraag uitgezet of de Sintes en Arriva ook met hun in gesprek is. Of zij daar eerst wel een uh, soort van onkostenvergoeding voor kunnen krijgen. Want ik vind het wel heel knap. Het zijn allemaal vrijwilligers en zij uh, proberen op dit moment echt uh, de oplossingen te geven. Voor degene die toch overlast ondervindt, uh, tot hoe lang zal dit gaan duren? Tot uh, begin juni zal dit gaan duren, uh, helaas. Maar het is ook geen optie om de bussen door de Spoelse te laten rijden of door de Wolkhamerstraat. Er zijn ze te groot en, uh, ja, en de straten niet meer opbreken. Dus dat is helaas geen optie uh, om dat te doen. Daar is nogmaals weer naar gekeken. En er wordt nu naar gekeken of eventueel een plek op overstappen bij de Els of aan de Hengeloosstraat een optie is. Maar het ligt echt bij sint en Arriva. We zullen het in de gaten houden. Dat uh, wij volgen het op de voet en we zijn ook bijna elke dag wel met ze in overleg en in contact om te kijken of we dit kunnen oplossen.